therapie met een virtual reality bril werkt effectief als pijnbestrijding. Wanneer je er een opzet, kom je in een digitale wereld terecht. Dit werkt afleidend en pijnbestrijdend. In het Laurentius ziekenhuis zijn ze daar volop mee bezig. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, het bleek dat meerdere afdelingen al bezig waren om met VR aan de slag te gaan. Oh. Dus we hebben op een gegeven moment die groep samengepakt. We hebben Judith Aller van e-health erbij gevraagd. En daardoor hebben we samen wat projectplannen gemaakt. Die hebben we bij Vrienden van Laurentius ingeleverd. Want een eigen afdeling heeft daar geen budget voor. En Vrienden van Laurentius heeft dat gehonoreerd. Dus vandaar dat wij nou hiermee aan de slag kunnen. Zet je bril maar op. Ja. Dan mag jij zo opstarten met de eerste spelvorm. We kunnen hier op tv zo meteen meekijken wat Jolanda op haar camera kan zien. Reducept heeft een aantal modules in spelvorm. En we kiezen er nou voor om in de basis van het verhaal te gaan. Dat wil dus zeggen dat Jolanda met haar gedachten dadelijk naar haar pijnlijke plek gaat. En van daaruit gaat ze een spelvorm doen die de eerste zenuwen die naar het ruggenmerg gaan, daar komen pijnprikkels op en daar gaat Jolanda een aanval op doen. Ja, ik stond er voor open en in mijn geval heeft het echt, of helpt het enorm. Ja. Ja. Vind je het ook leuk? Nou, nee, ik niet. Tenminste, in die zin, ik ben geen gamer, dus dat hoeft voor mij niet zo. Maar aangezien het wel helpt, doe ik het wel. En wat ik wel een hele fijne oefening vind, is met name de laatste, wat een mindful oefening is. Maar dat ik dan zeg dat ik het leuk vind. Ik vind het ook niet vervelend, maar het heeft gewoon een goede uitwerking, waardoor ik de oefeningen dan gewoon doorloop. Je hebt toch gedaan. En ik heb het daarom juist, ja. Jolanda heeft ervaring met mindfulness. Dat betekent dus wel dat zij gewend is om een stukje ontspanning en op haar breinniveau te werken. Iemand die dat nooit heeft gedaan en zo'n oefening alleen maar als een spelvorm ziet, die gaat proberen een highscore te halen. Mm-hmm. En dan gaat hij eigenlijk voorbij aan wat het aan zijn pijn kan doen. Ja, over het algemeen vinden de mensen het ook wel heel prettig om te kunnen doen. Want we hebben natuurlijk toch een hele groep patiënten die waar we niet direct altijd de oplossing hebben qua medicatie. Of mensen hebben ook geen behoefte om de rest van hun leven medicatie te slikken. Ja. En dan is dit eigenlijk een hele mooie toevoeging van onze behandelingen die we tot nu toe hebben. In principe gaat de patiënt zonder wil weg. Hè? Dus hij heeft het hele verhaal doorlopen. En thuis kan de patiënt verder met een app op de telefoon of een app op een tablet. En ik geef altijd advies aan de patiënt van ga in een rustige omgeving zitten. Zorg dat je een koptelefoon erbij hebt. Waardoor je ook een beetje kunt afsluiten, maar ook het geluid echt bij je binnenkomt.